laatste tijd horen wij steeds vaker terug van ouders dat de kinderen thuis ook met Engelse woordjes thuis komen. In plaats van dat ze op roze of blauw zeggen, dat ze echt blue of pink gebruiken. Dat ze dingen meer begrijpen en liedjes zingen in het Engels. Hello everyone, tra la 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 la. Hello everyone, tra la 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 la. Hello everyone, tra la 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 la. Hello everyone. So a big hug. Hello. Hello Evie. Hello. Ik vind het persoonlijk erg leuk om te doen, om te zien dat de kinderen erg leergierig zijn. Can you tell Benny what animal is? Het tellen en de kleuren, dat doen ze met gemak. Ze tellen tot 10. Ze kennen de hoofdkleuren. Can you pick up the red leaf? Yes. Can you find red? Can you find red? Red, 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 red. Yes, well done. Can you pick up the green leaf? Is that blue? Is this the same? No. No, this is green. Yeah. And this is blue. Where's the blue one? No. Can you find the blue one? Also green. Yes. Yes, Robin. Same color. Yellow! Well, it's done. Yellow. It's yellow. That is yellow. It's red. Red. Let's all say red. 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 Een halfjaartje daarna een beetje dat ik een boekje aan het lezen was en dat zij dat woord in het Engels benoemde. Dus toen zaten wij hun. Ja. In het begin dacht ik echt Engels, de peuterspeelzaal, het hotel. Ja. Is het echt wel zenuwachtig voor de kinderen. En het was heel grappig dat zij zag een spin en zij noemde dat een spider. Ja. En zo gingen wij dus een beetje verder vragen van en welke dieren heb je dan nog meer. Ja. Dus toen vonden zij gewoon de dieren die naartoe op school had, noemden zij in het Engels. Ja. Het fruit. Het is heel grappig, want het is mandarijn. En dat is dan de mandarijn in het Engels, het is een tangerine. Yeah. It's time for fruit now, it's time for fruit now. Yum, 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 yum. That's really tasty, that's really tasty. Yum, 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 yum. Very good, it's an apple. What is it? A banana. Yes, that's very good. A banana. What do you want, a pear? Wat merken we? Dat is ook in een eigen spel gewoon ook Engels gebruik. Niet zijn toes, niet zijn toes. Hey, zo dat niet
leerkrachten van de basisschool zijn heel blij dat onze peuters bekend zijn met het Engels. En dat het niet meer onbekend is en dat ze gewoon lekker meedoen.